snel die baan snelheid is. Vervolgens heeft een bronvader ook al gegeven. Waar dan de piloot op zit. En niet alleen de piloot op zit, maar uiteraard ook de passagier op gaat plaatsnemen. De eerste luchtballon is opgestegen en we gaan natuurlijk weer op applaus geven. Jawel, het is de eerste luchtballon van Christian Sierwagen, de PHLKP. En de PHLKP is zojuist opgestegen. En dat wil zeggen dat de start daar is voor wat betreft het opstijgen van het geweldige mooie hete luchtballon spektakel wat we in ons midden hebben. En kijk eens, de zon komt erbij. En wat wordt het dan mooi? Wat is het dan geweldig? Wat is het dan spectaculair? Wat is het dan mooi? En wat zullen wij met elkaar, en zoals al even aangegeven, toch een geweldige mooie avond gaan meemaken. We hebben de geschiedenis van de hete luchtballonvaart. We hebben al even mogen horen via en uit de mond van Ben Les. En vanavond gaan we met z'n allen kijken naar die geweldige hete luchtballon. Alle kanten uit. De ballonnen zien er af en toe wat heen en weer. Dat gaat ook mooi, dat maakt het ook weer mooi, dat maakt het ook weer geweldig. Overigens hebben we ook wel mensen die zeggen, eigenlijk kunnen we niet mee met de prachtige vaart gaan maken met twee passagiers. Deze meest verwijkende jaar 1992 heeft hij zijn brevet gehaald. En vandaag heeft hij passagiers aan boord van Houser uit Venlo. En Houser uit Venlo, een van de hoofdsponsoren, die heeft gezorgd op een aantal passagiers mee mogen. En zo ook de passagiers in de bocht van de week spreekt uit Nielsen. Alle edities was hij hier al aanwezig, alle acht edities. En zojuist is deze van Frederik opgestegen met de hete luchtballon. Waren onder andere in Australië, in Canada, in Mexico, in Thailand, in Europa, in Spanje. Ja, dat is natuurlijk ook Europa. Maar er zijn gewoon niet naar 2000 hier op de hete luchtballon. En zojuist is opgestegen in de mooie hete luchtballon. We hebben het gezegd, we hebben het gesteld, het zal vanavond sporen gaan. Kijk eens, ja, Nolan en Nolan van op hier. Het gaat bijna gelijk. En dan hebben we het over de ballon van Nolan. Op zijn naam staan. En zojuist is er Harry van Bommel opgestegen in de bron van Torque, jouw partner in hygiëne. En dan stijgen de hete luchtballon op en dan weten de passagiers dat het echt gaat gebeuren. En dan zie je ook nog steeds dat er al die activiteiten zijn, hè? Die luchtballonnen. Ja, maar eerst gaan we nu zeggen van Achim Schneider. De ballon nog afkomstig uit Duitsland, uit Bork. Maar worden deze Achim Schneider onder andere ook bekend van de ballon in de vorm van een grote olifant. De ballon van de Coca-Cola-flessen. Deze Achim, gevaren in China, gevaren in Taiwan, gevaren in Thailand, gevaren in Korea, gevaren in de wereld. En vandaag is de dunkel, hé. Nu kon ik heel erg in, hè. We hebben het over Amerika, we hebben het over Scandinavië, Thailand, Taiwan. Indonesië, eigenlijk een beroepslader die de hele wereld voor een zal waren. En vandaag dus opgesteken in de grote ballon van Marie Jurk. Van het land van Kuikel, die zullen we straks hier op zien stijgen vanaf dit terrein. Sneltransport, BK Sneltransport, want die zal zich dadelijk op de Europa Lukmanje dat vanavond met z'n allen doorheen gaat lopen. Je mag dat van gisteravond hier worden, al een enorm succes, wonderlijk, aan de binnenzijde van deze ballon. Afgekeurd dan wel. Maar desalniettemin is het wel een geweldig mooi. En wat ook mooi is, wat natuurlijk ook geweldig is, zijn Nederland heeft meer dan 2000 varingen op haar naam staan. En dat is een van de eerste Nederlandse ballonvaarsters die opgestegen is en die het bevet gehaald heeft. En vanavond is opgestegen met de ballon van WDO. De ballon met daarin onze eigen piloten Marjolein Eerland. Zes uiteraard ook de passagiers van Houten. We noemen het vanavond al even, we hebben een heus bakje waar iemand op gaat plaatsnemen. Nou, de ICR Schuppelon, die zien we daar zeg maar aan de kant van de Maas. Die rondom met een bakje rondom vooruit treden. Gaat dan de rugwaarts schijnen en weer landen. En al op een moment wanneer de landing ingezet is en je voelt dat je over de aarde gaat schuiven, dan lig je met de rug op de grond. En dan kijk je rond en dan denk je van, het is echt gebeurd, ja hoor, het is echt gebeurd. Dus zo dan krijgen wij natuurlijk te zien. Maar ook al in het jaar 2014 voor de eerste keer is hier in Graven. Als we juist is wel opgesteken in de ballon van ICS met een heus bakje eronder. Mooi vaaien naar een mooie klantreus, naar een mooie hoedje. Naar uiteraard dus niemand minder dan deze mooie verhelsing. Zelfs een 50 meter te komen tegelijkertijd. Yes!
Despacito.